Hallo, hier is Ellen van Elance en dit is de eerste video wat betreft de tarot en de numerologie omtrent de getallen en cijfers. Dit is een gehele nieuwe wereld waar jullie kennis mee kunnen gaan maken. De opbouw van de tarot is gebaseerd op universele gegevens en symbolen. Als je deze kent en begrijpt, dan maakt het niet uit welk tarotdek je gebruikt om de kaarten te kunnen lezen. Een groot deel van de afbeeldingen op de kaarten zijn uiteindelijk een visueel hulpmiddel welke de kunstenaar aan de kaarten heeft gegeven. In deze video wil ik het gaan hebben over de getallen 0 tot en met 10. Ik zal dan ook alleen de betekenis van de getallen bespreken. De 0 wordt in de tarot alleen vertegenwoordigd door de dwaas. De 0 is het alles en het niets. Het begin en het einde. De dwaas kan in de Grote Arcana zowel aan het begin voor de magiër worden geplaatst of aan het einde na de wereld om de cyclus rond te maken. De 1 is de eerste manifestatie uit de leegte van de 0. De 1 is de schepper, de pionier, de initiatiefnemer. Hij symboliseert het begin en de 1 is het eerste oorspronkelijke en unieke origineel. De 2 staat voor dualiteit en polariteit. Het is een getal van paarvorming, van tegenstellingen en evenwicht. Het geeft een keuze, samenwerking, besluiteloosheid of balans weer. De 3 staat voor groei en creativiteit. De 3 is de oplossing van de tegenstellingen van 2. De 3 is wat in wording is. Er zijn al beslissingen genomen, maar het eindpunt is nog niet bereikt. De 3 is altijd in beweging en zit vol verrassingen. De 4 is het getal van orde en stabiliteit. Dat wat bij 3 nog in wording is, begint bij 4 al vastere vormen aan te nemen. Het speelt een belangrijke rol in oriëntatie, zoals bijvoorbeeld de 4 windstreken of de 4 elementen. De 5 brengt vaak strijd, conflicten en ontberingen met zich mee. De 5 zoekt vrijheid en afwisseling, verandering en avontuur. De 6 is het getal van harmonie en evenwicht, van kiezen en delen. Het staat ook voor verantwoordelijkheid, huiselijkheid, liefde en mededogen. De 6 geeft ook de drang aan om weer aan een nieuw proces te mogen beginnen. De 7 is het getal met grootste magische krachten, ook wel het heilige getal. De 7 staat symbool voor voltooiing van een werkzaamheid. Denk hierbij aan de 7e dag van de schepping. Maar 7 kan ook wijzen op een wonderbaarlijke verandering van de eigen ik. De 8 is een dubbele 4 en symboliseert het volmaakte geheel. De 8 op zijn kant is een teken van oneindigheid. De 8 heeft ook een spanningsveld, welke om een oplossing vraagt. Maar de 8 heeft ook iets van scheppends en vernieuwends. De 9 is het laatste grondgetal uit de numerologie en een einde van de cyclus. Er is bij 9 een rustpunt ontstaan en er is zicht gekomen op een situatie. 9 is het getal van vervulling, volmaaktheid en verzamelen. Maar dat duidt ook op een einde en ontknoping en altijd op emoties. De 10 is de overgang. De 10 bestaat uit een 1 en een 0. Het is een einde en tegelijkertijd een begin. En een begin en een einde van een nieuwe cyclus. Het nieuwe begin is vaak al in het einde zichtbaar. Binnenkort zal er hier nog veel meer zijn omtrent de getallen samen met de tarot. Heb je vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.